Amai zeg, is Juleke al 3 maand? Ja? Een hele goede morgen, ik ben Jenno. Dit is hier Jolien, wij zijn net wakker. Ja. En we hebben goed geslapen met onze Jules erbij. Hij is 1 keer wakker geworden. Doet hij nog altijd om... 2 keer wakker geworden. Ah ja? Hij is ook nog een keertje om 6 uur aan. Oh ja, oké. Ja. Dat is ochtend, hè. Mama, zeg. Ja. Hij heeft goed geslapen samen met ons. 1 keer wakker geworden onder de nacht. Ja, dat is meestal zo 3 uur s'nachts. En eventjes een flesje geven. Dus, dat hangt maar... wel vanaf eigenlijk. Soms is het tussen 3 uur en... 4 uur. Ja, maar deze nacht is om 3 uur en daarna gaat hij ook gewoon weer terug slapen, hè. Ja. En dan slaapt hij ook weer lekker terug, weer verder, hè. En nu hadden we hem eventjes in zijn parkje gelegd met zo een rondje met erop 3 maanden, want hij is 3 maanden oud. Maar niet vandaag. Niet vandaag, nee. We waren in Landa toen Juleke 3 maanden werd. Ja, dus wel iets ouder dan 3 maanden. En dat doen we iedere maand eigenlijk opnieuw met voor een foto op Instagram. Ja. Nee, maken we dan zo'n foto uit de lucht. We laten zoals mijn jaaroudste een fotocollage maken. Ja, dus als je die foto wilt zien, dan moet je even op ons Instagram kijken of op Jules zijn Instagram, ik weet niet goed wat dat we het gaan zetten. Ja, beide, voilà. Haha, het is een bewogen dag geweest gisteren. Gisteren hebben we de was gedaan, mooi opgehangen. Ruikt zeer erg goed. En we hebben ook in de tuin gewerkt. Ik zeg wel we, ik heb in de tuin gewerkt. Dat doe ik vandaag ook nog verder. Ik heb nog wat veegwerk vooral. Maar je kan blijven vegen, hè. Er valt altijd wel een blaadje op de grond. Dus je moet op een bepaald punt ook gewoon zeggen stop. Nu is het genoeg geweest. Onkruid nog een beetje uittrekken. Want dat blijf je ook steeds meer... Ja, want in het begin ben je blij dat je de grote stengels uittrekt. En dan zeg je, oh, dat is al een groot verschil. Maar dan begin je dieper te kijken. Dan ga je zien, oei, op de grond zijn nog van die kleine randjes zo. Op, die begin je dan ook uit te doen. Als je daar dan mee klaar bent, dan zie je toch nog weer andere dingen. Zeg je, oh, dat mos dat hierop zit, dat is eigenlijk ook niet mooi. Hè? Dan ben je weer verder. Dus voor je het weet, ben je uren bezig in de tuin. En laat me dat nu eigenlijk niet erg vinden. Ik vind dat eigenlijk best wel ontspannend om in de tuin te werken. Ik kijk daar niet tegenop. Wanneer ik wel tegenop kijk, is wanneer dat ik een tijdsdruk heb. Zo van, ja, om dat uur moeten we weg. Dus in die paar uur moet ik hier nu dan gaan presteren. Dat doe ik niet graag. Ik neem graag mijn tijd... Ik durf ook af en toe wel eens gewoon een keer rondkijken in de tuin. Van, vind ik het nu eigenlijk wel mooi? Moet ik misschien nog iets anders doen? Enfin, goed. Dat zijn dus mijn bezigheden. Ik hou me daar heel graag mee bezig. Ik neem daar graag de tijd voor. Verder hebben we ontdekt dat het een van de laatste, misschien wel zelfs de laatste dag is, dat de stoomtrein rijdt in Turnhout. We zijn daar een paar vlogs geleden alles geweest. Eigenlijk zijn we daar bij een aantal geweest, zodat de trein niet reed. Maar nu hebben we het eens opgezocht. Ik heb één keer ooit zien rijden. Jij? Ik nog nooit. Nee. Ook één keer door Zandvaart. Ah, 1 keer, ja. Dus nu gaan we gaan kijken naar de trein. We gaan er echt naartoe. We willen hem echt zien rijden. Dus bij deze gaan we dat doen. Dat is fijn, want vanaf dat we terug open zijn in oktober, dan hebben we iedere zondag zijn we hier dan aan het werken in onze zaak. En dan hebben we weer geen tijd om naar de trein te gaan kijken. Om nu een speciale dag vrij af te nemen om naar de treintjes te gaan zien. Ja, dat is helemaal belachelijk. Dus dat gaat hem niet worden. Het gaat een grote aanpassing worden. En dan denken we vast van, hoe ga je dat dan doen met Jules erbij? Wel, daar hebben we ook een oplossing voor gevonden gisteren. Gisteren hebben we afgesproken met wat babysits. Die komen dan eigenlijk bij ons thuis babysitten, terwijl wij beneden aan het werk zijn. En dat wordt ook nog natuurlijk nog aangevuld met bijvoorbeeld de mama's die graag eens op bezoek willen komen. En met Jules kunnen iets gaan doen of zo. Die krijgen natuurlijk voorrang. Maar ja, goed, je kan niet van hun verwachten dat zij ieder weekend hier staan. Dus het zal vooral de babysit zijn die gaan doen. En de mama's die komen ook af en toe nog eens oppassen. Bovendien gaat de mama van Gine ook nog eens oppassen. En gaat mijn mama ook nog eens oppassen op andere dagen. Dus we hebben dat ook allemaal gecoverd. Dat is ook best een dingetje geweest. Dat is in zo van die zaken. Ja, je wilt dat eigenlijk allemaal liever niet. Maar ja, het moet wel. Hè, want je kan moeilijk je kind de hele tijd bij je houden. Ook tijdens dat je aan het werk bent. Dat gaat gewoon niet. Dus ik ben blij dat we daar ook nu een oplossing voor hebben. Verder is ook nog een schilder geweest. Je weet wel, we hebben beneden een lek in onze zaak. Dat kwam van onze douche boven. Die is gerepareerd. Moeten nog tegeltjes, moet nog een beetje mooi afgewerkt worden. Maar hij werkt wel in ieder geval. Alleen is het wel niet mooi. Dus het moet nog mooi gemaakt worden. Dat gebeurt morgen. Morgen gaat iemand daarvoor voor starten. En morgen start ook de schilder. Die is ook gisteren al eens komen kijken. Of hij nog wat eerste werken kon doen. Heeft hij gedaan.
En ja, zo valt alles op zijn plooi. Spelen, spelen, spelen. Hè? Huh? Ja, spelen maar. Pikkie, pikkie, papa. Oeh. Dat is heel vervelend. Ik denk dat hij ook wel een beetje moe aan het worden is. Ja. Ben je moe aan het worden en de hikkie, pikkie, jongen, jongen. De tuin is nog niet helemaal klaar, maar geloof mij vrij, hij zag er erger uit dan u. Ik denk dat ik ieder randje van ieder klein kasseitje hier in de tuin heb gehad. Ik heb dat allemaal zitten uitspitten tot wanneer dat ik het laatste onkruidje, het laatste mos, het laatste weet ik veel wat dat ik er allemaal van tussen heb gehad, allemaal er heb uitgehaald. Ik heb deze dingen zitten snoeien, de buxhuizen gesnoeid, maar je ziet, het ziet er niet goed uit. Heel wat van die buxhuizen hebben weer te maken gehad van die buxhuisrups. En oh ja, je kan dat één keer bestrijden en twee keer, maar op duur kom je erachter dat die beesten maar liefst vier keren, of soms wel vijf keren per jaar terugkomen. Wat ervoor zorgt dat je dat vijf keer per jaar moet bestrijden. En het is niet dat je er één keertje een productje op doet en dat je dan een heel jaar verlost bent van die beesten. Nee, je moet ieder jaar zien wanneer dan die beesten uitkomen en dan op tijd reageren. Ja, dat is echt onbegonnen werk en we zijn ook de hele tijd dicht geweest met onze zaak. Ja, ik heb hier niet elke dag in de tuin gezeten. Net al mij als gevolg, dus eigenlijk ene keer zelfs, maar gewoon ene keer de rupsen niet op tijd heb kunnen bestrijden. En dan is er zo'n ravage. Ja, dat doet pijn, hè. Dat zijn geen leuke zaken om te hebben. Maar ja, kijk, je ziet ook steeds vaker dat mensen hun buxusstruiken gewoon wegdoen. Ja, ik denk dat we om het uur ook wel die richting uitgaan als dat zo blijft. Er zijn mooie alternatieven voor. Het zal allemaal zoiets worden. Goed, maar in ieder geval, de tuin is bijna klaar. Maar Jean zei, kwam plots mij halen, zei ze van, ja, we gaan nu echt door moeten gaan, want om 6 uur dan stoppen de treintjes met rijden. En we willen echt wel die treintjes doen. Dus we gaan nu de auto in, we rijden naar Turnhout, we gaan op zo'n stoomtreintje gaan zitten. En dan laat ik de tuin maar even voor wat het is. Hier ga ik met veel plezier nog een andere keer verder aan werken, maar nu dus naar Turnhout. Zo, we staan geparkeerd in Turnhout aan de grote baan. En als je hier doorgaat, hier voorbij gaat, loopt er rond, dan kom je uit in het stadspark. En in het stadspark loopt dus een miniatuur spoortreintje. Spoorlijn. Waar een treintje over rijdt. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet allemaal. Kijk eens aan. Hier hebben we treintjes, hè. Heel grappig. Ziet er leuk uit, hè. En het rijdt goed door, hè. Ja. Ja, het is niet de enigste, hè. Daar rijdt er net ook nog eentje een andere het station binnen. Het is een heel treinnetwerk hier eigenlijk, hè. Moet uit je doppen kijken. Kijk, we hebben hier net 2 tickets gekocht. Voilà, elk goed voor 1 ritje. Ja. En het kost trouwens 1 euro. Dat is echt geen geld, hè. Nee. Voor een treinritje. Zoveel kosten treinkaartjes niet tegenwoordig, hoor, in het echte leven. Gebruik bestaat hier al 40 jaar. Ik heb net ook op antwoord, het is al 40 jaar dat eigenlijk een trein nergens naartoe rijdt. Nee. Hè? Want hij komt telkens weer aan hetzelfde station. Ja. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja, nostalgie ook, ja, want ik ben hier zelf ook ooit als baby hier op geest verteld met mama vandaag. Dus. Ga jij eerst of ik? Jij mag eerst. Oké, dan ga ik eerst met Jules op een trein. Dat is onze eerste attractie, ja, hè, met onze zoon. En daar gaat hij dan. Ha ha ha!
onze Juliet? Hij was vol verwondering naar alles aan het kijken. Ah. Hij zag zo alle plantjes even bij. Hij wordt er moe van, zegt hij. Ja, hij heeft veel moeten geven. Ja, hey. En hoe vond jij het? Het was een heel leuk heetje. Leuk. Ik zat eventjes in de Efteling. Ja. Ik voelde me even Walt Disney op zijn miniatuur zijn. Ik vond het heel erg leuk. Fijn ook dat alle Juliet ook leuk vond. Echt wel, ja. Hey, ik ben trots op jou, schatje. Ja. Ik ben trots op jou. Het eerste treinritje is een feit. Ja, en hij weende niet eens. Ja. Hopsa, terwijl er twee treintjes elkaar kruisen, wordt het derde treintje ingescheept. Daar in dit klein stationnetje, het is echt vanuit het liedje, hè? In een klein stationnetje, zitten nu Jolien en Jules op de eerste rij in het treintje. Klaar voor een ritje. En daar is Jolien weer. Hey. Het gaat snel eigenlijk, hè. Vooral ook als je erin zit, dan heb je ook door hoe snel het allemaal gaat. Het is best een lang spoor, hoor. Vinden jullie het nog leuk? Ja. En, hoe was het? Het was heel leuk. Enkel toen we op een gegeven moment stilstonden moest jullie kunnen wenen. Maar zij wou die nog eens. Ja? Wil jij nog een keertje met het treintje? Vond je het zo leuk? Ja, ik vond het heel leuk, maar het is gedaan. Ja. Oh, volgende keer komen we nog eens, hoor. Nu niet wenen. Zou die misschien een beetje honger krijgen? Misschien een beetje, ja, dan kunnen we misschien wat eten geven hier ergens op een bankje. Hè? Jules is eigenlijk een perfecte excuus om allemaal zo van die kinderzaken nog eens opnieuw te doen dat wij vroeger in onze kindertijd ooit gedaan hebben. Want jij had dit ooit wel al eens gedaan. Ja, als kindje ook, ja. Dus, voilà, ja. Ik kijk er ook al een keer naar uit om zo een keer terug naar zo'n klein dierenparkje te gaan. Ja. Weet je, dat is altijd zo net te klein om daar als volwassene rond te lopen. Dat en je weet wel, zo waar zo'n struisvogel en een halve zebra staat. En wel ja, zoiets dat je daar dan eens naartoe gaat en dat je dan dat je dat nog eens allemaal opnieuw beleeft. Opnieuw kan we hebben daar nu een goede reden voor. Een goede reden, om Jules, om de beestjes te zien. Pas op, we waren nooit echt vies van pretparken en zo, maar dat deden we sowieso net al wel, graag. Ja. En dat was vooral ook iets dat we deden. Dat was vooral iets omdat we dat graag deden, maar we gingen ook vooral op de ruige en grote attracties. Of toch in ieder geval op de klassiekers altijd. Ja. We deden niet de kinderattracties, want ja, daar ben je dan toch echt wat te groot voor. Vaak mag je daar ook niet op. Maar nu gaan we toch een beetje die ervaring meekrijgen door Jules dan eigenlijk. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook wat fijn. Het opent ook weer andere deuren. Terwijl, ik geloof het goed, ik hoorde het onlangs nog op de tv, dat het ook heel veel deuren sluit. En voor het gezin, mensen met een kindje, die vinden het heel erg moeilijk om bijvoorbeeld naar een festival te gaan. Ja. Ja. Dat deden wij sowieso niet. Maar dat deden wij niet. Dus wij zijn geen festivalgangers. En als we dat zouden willen doen, ja, dan moeten we maar op gaan laten babysitten. Maar ja, dat zijn zowel die zaken. Oh, het hoeft eigenlijk niet voor ons. Nee. Nee, tong aan het uitsteken aan. Ja. Oei, ja. Die stond dat natuurlijk ook eigenlijk op beeld. Ja, ja. Als Jules reageert daar, ze zei kort op. Als je zo je tong uitsteekt, of een keer lacht naar hem. Ja. Dan lacht hem terug of soms steekt hem zo ook zelf nog eens een keer terug. Ook zo een keer een tongetje uit. Ja, dat is waar. Dat is heel leuk. Moet ik echt zeggen, ik vind het nu echt, ja, dat is ik heb er echt heel erg van genoten. Ik ook. Ik ben blij dat ik ook eens met de treintjes heb kunnen rijden. Echt waar, ja. Ik voelde me echt... het was eigenlijk meer voor ons dan wat voor Jules was eigenlijk. Jules vond het ook heel maar leuk. Jules vond het wel leuk, zo mooi aan het rondkijken. Echt een grote ogen, en beweegt dan. Dat is waar. Dus die gaat vannacht denk ik dromen over treintjes. Ja, wel, maar ik denk ik ook hoor. Misschien kunnen we nog iets vertellen over onze vakantie naar Portugal. Ja. Is daar nog iets meer over bekend? Nieuws. Is geannuleerd. We hadden een auto gehuurd, dat is geannuleerd. Maar we zullen nog wel een andere auto vinden, hoop ik. Ja, we hadden dus eigenlijk een auto gehuurd ergens. Ja. En we kregen nu net vandaag nog een mail aan dat dus onze reservering niet meer kan doorgaan. Maar dat alle auto's uitverhuurd zijn. Dus, dus dat wordt nog spannend om een auto te vinden daar in Portugal. Ja. Het zal blijkbaar druk zijn. Ja, of net niet, hè. Dat kan ook. Wat ik wel eens gelezen heb, is dat heel veel van die autobedrijven hun auto's hebben verkocht tijdens de coronaperiode. En dat ze dus nu nog altijd niet opnieuw zijn aangekocht. En dat die auto's die ze nu nog hebben, dat het maar een fractie is van wat ze vroeger hadden. Ja, en dan kunnen ze de prijs kosten, hoger zetten, omdat, of gewoon uitverkocht zijn. Hè. Ja. Ja, ja, het is roeien met de riemen die we hebben. Het is wel een beetje raar, want ik heb het van dat het eigenlijk online staat, nog als mogelijk. En je boekt het en krijgt dan daarna een mail.
Nee, ja, het is wel. Nee, niet ja, voilà, het is dat. Het is wat het is. Geen enkel groot alle probleem. Alle chance hebben ze thans op voorhand nog eigenlijk laten het verstel. Ja, te komen eraan. Maar, oeh, maar nee, dat, er is geen auto. De auto ja. Allee, kan ze, ook. Hè. Ze hebben verschillende verhuurfirma's daar in Portugal. We hadden nu gekozen voor de betrouwbaarste en de goedkoopste toevallig ook nog eens. Dus echt betrouwbaar en goedkoop. Ja. Had echt 5 sterren. En al de rest allemaal minder. Maar ja, kijk, het zal nu dan toch voor de tweede keus gaan. Voor het andere bedrijf dat iets minder sterren heeft. Hè. Ja. Voilà, kijk, we gaan nu naar huis. We gaan uitrusten. We gaan nog eens goed allemaal nadenken over wat we allemaal nog gaan doen op vakantie. Maar we gaan sowieso zorgen dat we een wagen hebben daar. Dat is heel belangrijk, want ja, anders kunnen we ons niet verplaatsen. En voor de rest. Moeten we veel meer ook een keer gaan nadenken. Hè. Voor de wagen, voor het koffertje, de kleertjes voor Jules, voor iets om te slapen voor Jules, een autostoel. Oorbeschermers, zo die dingetjes eigenlijk. Ja, oorbeschermers, allemaal. Dat is ook iets dat we in orde gebracht hebben. We hebben het nog niet uitgetest, maar misschien moeten we dat morgen eens doen. Zo van die schelpen eigenlijk voor op zijn hoofd, met een band ertussen. Ja. Om zo eigenlijk dat toch wel luid geluid van een vliegtuig te beperken voor en zijn ook oortjes. De druk Ja, het is veel, maar in de aanloop naar. We hadden eigenlijk beter eigenlijk die oorbeschermers dan meegenomen dan voor Jules, zoveel lawaai hierin. Ja. Het is veel, maar het komt goed. We gaan een leuke vakantie tegemoet, denk ik. Denk het ook. Maar voor nu, ik heb er zin in. We gaan deze vlog afsluiten en wij zien jullie heel graag morgen weer voor een nieuwe. Ciao! Doei! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.